tijden voor Marley van der Velde. Eind oktober werd de soapactrice voor de tweede keer moeder van een dochtertje, Jackie Ray. Hoogste tijd voor een babybezoek. Eind oktober verruilt Marley van der Velde Meerdijk voor haar roze wolk als ze haar tweede mini-me op de wereld zet. En dat is best even wennen. Best wel een moeilijke start gehad. Toch altijd weer uitzoeken alles en toch wel weer zorgen maken. En ik dacht eigenlijk dat dat minder zou worden bij een tweede. Dus nu moeten we er wel weer even steeds een aantal keer uit. Maar ja, het hoort erbij. Papa Mike lijkt dus hartstikke goed voorbereid. Al wacht er bij de geboorte wel een kleine verrassing. Ze was ook een beetje gelig en zo, dus het leek echt net een buitenlands kindje, alsof ze getint was. Dus we maakten al de hele tijd in het begin, werden er grappen gemaakt van de vader, die moet nog gevonden worden, dat soort dingen. Ik had wel twijfels. Marley kan met vragen altijd terecht bij haar hartsvriendin, actrice Caroline Spoor. Wat ik vooral heel erg grappig vind, is dat ik toch nog heel veel dingen ook aan haar vraag, omdat ik zelf van mijn oudste alles ben vergeten. En zij zit er natuurlijk nu weer dichter op. Dus dat vind ik wel heel erg grappig. Hun oudste dochter, Sammy Roos, is in de wieg gelegd voor de rol van grote zus. En heeft eerst goed geoefend met haar poppen. Dus heeft heerlijk al baby's in bad gedaan en dingen. Nu moest het natuurlijk met haar echte zus. Nee, ik denk echt wel dat het werkt. Ja. Je doet het echt supergoed. Ja, echt helemaal niet jaloers. De hamvraag blijft natuurlijk of de ooievaar misschien nog een keertje langskomt. Volgens mij zeiden dat ook bij Sammy. De eerste keer dacht van, oh nee. Dit... We houden het er wel gewoon bij. We houden het gewoon, het is goed zo. Alleen we hebben altijd wel, onze wens is voor allebei dat we er drie willen. En dat zou ik wel fijn vinden als het een jongetje is, ja. We gaan gewoon door tot het een jongetje is. Oh, dit is de slechtste opmerking die je kan maken. Ja, hij gaat natuurlijk gewoon vijf meisjes maken, denk je niet? Dat zou zomaar kunnen. Nou, ze gaat aanstaande maandag weer aan het werk. Marley van der Velde is over 2 maanden weer in goede tijden, slechte tijden te zien. En daar vertelt ze alles over op onze site.